We gaan op zoek weer naar een touwbroek, maar niet zomaar een speciale. We gaan zoeken in bouwpunt 37, wielerstandsnest 102H. Welkom allemaal weer bij weer een nieuwe aflevering van dit kanaal van Bunkers PPV. We gaan zoals gewoonlijk altijd op een andere plek beginnen als waar de bunker staat waar we naar op zoek gaan. We zijn natuurlijk ooit wel eens begonnen bij de Reveling of zo. Of bij een Baileybrug. Bij de zeehonden. We hebben herten wel eens gezien. Bij de vistrap. Met die snoeken. Bij de vogels. Maar als eerste ga ik even een klein klimmetje maken. Toevallig weer vogels die naar het zuiden trekken. Die komen net een troepje van over. Dit is eigenlijk, ik kom helemaal daar van boven vandaan. Het is een aardig klimmetje. Maar waarom? Er moeten hier ook weer pootafdrukken van Duitse herdershonden zijn. Uit de Tweede Wereldoorlog. En die honden die hebben ergens gelopen door het beton, het cement wat op dat moment nog zag was van een bunker. Alleen ja, ik heb ze niet gevonden. Gaan we de volgende keer misschien eens een keertje wat uitgebreider naar zoeken. Je ziet het, er zijn natuurlijk heel veel bladeren gevallen. Dus het zoeken is best wel moeilijk. Vandaar dat ik ook die sok een beetje bij me heb om die bladeren los weg te halen. Maar ik heb ze nog niet gevonden. We zijn trouwens in het landgoed Miltenburg. Daar staan we hier. Daar komen weer veel reeën in voor. Dus ik hoop dat we er daar nog eentje op camera kunnen krijgen. Ik heb trouwens ook nog een pakje met tekeningen, foto's van dit gebied. Dat ga ik eerst met jullie even bespreken. Hier heb je het kaartje van Voorne. Bouwpunt 37 staat hier. Hier heb je twee ST-bunkers. Een 501 en een 134. Daar gaan we niet naar op zoek. Misschien dat we nog even langs lopen. Maar wij gaan op zoek natuurlijk naar een touwbroek. Die staat hier niet bij geschreven. Want hier liggen nog natuurlijk veel meer bunkers. Alleen dit zijn de dikke ST'ers. Die staan alleen op deze kaart. We staan nu ongeveer hier. 37 is hier. Wij staan ongeveer hier. En we gaan eens even kijken. We zien hier natuurlijk die punt waar het wielerstandsnest 101 ligt. Dat ligt ergens hier net in de zee. En je ziet hier de stad Brielle. Nou, waar moet je nou ongeveer gaan kijken? Nou, ik heb een lijn getrokken van Brielle tot hier en halverwege een haakse lijn omhoog. En dan kom je precies door 37 heen. Kijk maar. Hier kom je er zo precies doorheen. Ik zal het ook nog op de PC laten zien hoor. Kom je hier precies doorheen. Als je dat nou via een kaartje doet, deze kaart, dan kom je er zo uit. Zie je het? Hier heb je de stad Brielle. Hier heb je wielerstands 111, nest 111. Rechte lijn, halverwege haakse lijn naar boven. Dan kom je eigenlijk door dit stuk bos heen. Dat is ons dingetje waar we nu zijn. En als we dat verder wat gaan inzoomen op een ander blaadje, dan kom je dus hieruit. Hiernaast heb je eigenlijk altijd de zee gehad. Er is een stukje land aangekomen. Dit is het Miltenburg. Hier heb je een weglopen. Ik heb mijn auto hier trouwens geparkeerd. En hier staat een hotel. We zijn hier door de bosjes heen gelopen. En nu staan we ongeveer op dit punt. Dat is waar die hoge bunker ligt. En waar je dus waarschijnlijk die pootafdrukken van die Duitse herder ergens in beton kunt terugvinden. Dat is op deze plek.
Hier aan deze kant heb je dus de zeeweg. En vroeger heeft hier dus die smalspoorbaan gelegen. En die smalspoorbaan die ging natuurlijk naar Heesterhof. Weer een fotootje bij me. Mijn printer heeft aardig zijn werk, zijn best gedaan moet ik zeggen. Hier heb je Miltenburg. Hier heb je die zeeweg. En die heeft hier al gelopen. En hier heb je dus Heesterhof. En daar heb je natuurlijk een heel mooi bunkercomplex. Ik heb daar 3 films over gemaakt. Dat was natuurlijk wel heel gaaf om te maken. Ik heb getracht om een bunkercomplex wat helemaal onder de grond ligt, om dat een beetje zichtbaar te maken. Dat een beetje naar boven te halen. En ingetekend waar dus een zootje van die bunkers staan. En je hebt natuurlijk ook hier een rangeerterrein gehad voor de overslag van materialen voor de bunkerbouw voor langs de kust. Want die trambaan, of die smalspoorbaan, die ging natuurlijk verder. Hierheen en hierheen. En die ging hier natuurlijk, kwam die langs de kust. Want hier hebben natuurlijk al die bunkers gestaan. Dat was een hele leuke 3 afleveringen. Moet je die maar eens terugkijken als je die nog niet gezien hebt. Is best wel interessant. Dan weet je ook een beetje wat meer natuurlijk over dit hele gebied. En neem dan ook nog die ene mee. Dat vliegveld wat hier ligt. Het voormalig vliegveld is niet gebruikt door de Duitsers. Maar er liggen wel heel veel bunkers omheen. Als je hier gaat rondlopen, dan kom je aardig wat blokken beton tegen. Hè? Ik weet niet of jullie hem zien, maar hier ligt een blok beton. Hier ook. Zie je? Eens kijken of nog wat moois. Oh, ik zie het daar. Tussen de bomen, zeg maar, zie ik ook al wat een stuk beton liggen. Wat is dat? Hier iets tegen wat ik niet weet wat het is hoor. Is ook gewoon een groot hoekijzer. Ja, wat dit is, ja. Ik denk dat hier sporten op hebben gezeten. Voor een trap, denk ik. En dit ligt toevallig net naast een bunker. Grote bonte specht. Nou mensen, vanuit het wat dichtere bos gaan we wat richting de duinen. En dat is natuurlijk een stuk lichter hier. Gaan we die kant op. Even tussen de bladeren van deze, wat is dit, een beuk. Volgens mij. Zie je daar eigenlijk die lichte heuvel. Daaronder ligt een bunker. De 3701. En dat is een 501 manschappenbunker. En die gast had natuurlijk ook water nodig. Dan heeft hij ook een waterbunker gestaan.
En daar is alleen de aansluiting er nog van. En ik zie dat die al een stuk is afgebroken. En ik ben hier een paar jaar geleden wel eens eerder geweest. En toen zag hij er wat anders uit. Hier heb je dus die wateraansluiting. Zal ik een fotootje erbij doen van hoe die er toen bij stond hoor. En dit is er nu nog van over. Nou mensen, ik zou zeggen let goed op. Want hier ligt ook een bunker en je loopt er eigenlijk zo voorbij. Ik ga het hem wel in beeld brengen natuurlijk, maar je zal zien dat het echt best wel moeilijk is. Want hij ligt hier recht voor je neus. Hij is gewoon open. Ik laat het jullie natuurlijk wel zien. Kijk. Dit is een opslagbunker. En je ziet het, we zijn er 1 meter vandaan en het is toch nog best wel lastig om hem te ontdekken. Het is gewoon een opslagbunker. Je ziet dit met een betonnen dakje. Met van die bakstenen. Een veldmassige uitbouwbunker. En je ziet dat het dak toch wel wat dikker is, want je ziet hier natuurlijk ook nog die bakstenen zitten. En daarbovenop zie je natuurlijk ook nog een betonnen rand. En hierboven zie je ook nog een betonnen rand. Maar dat is moeilijk te zien. Deze bunker, ja. Het is helemaal niet raar als je hem zo ja, straal voorbij loopt eigenlijk. In dit prachtige gebied. Nou mensen, ik heb nog aardig wat tunnels ontdekt. Er liggen in Nederland behoorlijk veel ja, ondergrondse tunnels onder de duinen. Daar ga ik natuurlijk ook wel eens een keer een filmpje over maken. Ik ga het alleen niet zeggen waar deze ligt die ik heb gevonden. Ik zal er wel een fotootje bij doen. Hij zit midden in het bunkercomplex met een aantal tunnels daar dicht in de buurt. En voor de rest wil ik ook nog eens een keer een filmpje gaan maken over de munitiedumpen in Nederland. Een beetje rond Nederland. Wat daar allemaal voor rotzooi in de bodem ligt. Ik heb er al een filmpje van gemaakt. Die is door jullie heel goed bekeken. Ruim 10.000 keer. Dus dat is een van de topfilms. Als je die nog niet hebt gezien, ja, dan kun je natuurlijk altijd gaan bekijken als je daar zin in hebt. Maar ik wil er nog een nieuwe van gaan maken, weer met nieuwe informatie. Ik zit trouwens bovenop de nooduitgang van deze bunker, van de 3701. Daar spreek ik jullie vanuit jullie toe. Voor de rest heb ik eens gekeken op mijn kanaal. Wat de leeftijdscategorieën zijn die naar mijn kanaal kijken. Daar ben ik een klein beetje van geschrokken, moet ik eerlijk zeggen. Want de leeftijd tot 18 jaar, of tot en met 18 jaar, ik weet het niet aan mijn hoofd, is 0,1%. Dat is wel bizar weinig. Tot en met 24 of 25 jaar is het 5,5%. Dat betekent natuurlijk dat de jongeren ja, van de Tweede Wereldoorlog of de overblijfselen van bunkers of de Atlantikwal daar wat minder in geïnteresseerd zijn als wat wij vroeger natuurlijk zelf waren. Wij kregen dat natuurlijk ook weer met de paplepel ingegoten. Althans, ik wel. Kleine paadjes waar we overheen wandelen, maar als je dan ziet waar je dan uitkomt, kijk, dan is dit toch wel bijzonder hè. En als ik jullie vertel dat hieronder, die schuimte hier zeg maar, even een poot opstaan, de munitiekamer ligt, twee hele grote munitiekamers liggen hieronder, je zou het niet zeggen hè. Maar toch is het zo. Hier hebben we dus
een hele mooie ingang. Dit is de corridor naar de andere kant van de bunker. De andere zijde is afgesloten. Die lag onder de grond. De 3702. Zo simpel is het. Dit is een echte ST-bak. En ja, ik heb hem wel eens nagemeten. De muur of het dak. Ga ik nog een keertje voor jullie doen. Nemen we die gewoon even mee op weg naar onze speciale towbroek. Nou jongens, je ziet het. We zijn er binnen gekropen. Dan komen we hier zo in de galerij, zoals dat heet. Daar zie je een staal loeftoenschacht. Zie je het? Hij is gewoon open, die bunker. De panzerdeuren die zijn er wel uitgehaald. Je kan er wel in kruipen. Ik ben er wel eens in geweest. Dan kan je natuurlijk kijken naar aflevering 3 van dit kanaal. Daar gaan we deze bunker echt in. En dan krijg je even een rondleiding. Ik ga het eerst eens even meten hoe dik het dak is. Dat heb ik toen ook al gedaan, maar ik weet het niet meer. Ik ga het even maar nameten. Nou, kijk zelf maar. Twee meter en ja, wat is het? 14 millimeter. Even de breedte ook opmeten. Ja, moet ik een klein beetje schuin meten. Hè? Hij meet hier 2 meter en 2 centimeter, maar hij loopt een beetje schuin. Dus... ja, ietsjes meer dan 2 meter is die. Af, hè? Dat is nou een ST-bunker. Die beginnen dus vanaf 2 meter. En dat is deze dus. Maar ja jongens, de bunker waar we natuurlijk in deze aflevering naar op zoek zijn, dat is niet deze. Maar dat is een VF bunker, een verstaakt veldmassige. Deze heeft 2 meter dikke muren. In het Staallijnse Bos staan ze ook. Dan zijn ze 3 meter. We hebben wel eens een paar filmpjes over gemaakt. Ik hoop dat ik daar ooit nog eens een keer een filmpje kan gaan maken hoor. Maar daar staan ze dus van 3 meter. Komt er nog even een metertje bij. En aan die kant ook. Bizar hè? Waar we nu heen gaan, dat is een verstaakt veldmassige. Dat is een bunker tot 1,5 meter dik. En dat zijn, ja, iets dunnere natuurlijk. Maar die towbroek is natuurlijk ook een stukje kleiner dan deze bak. En het speciale aan die... ja, aan die towbroek. Gaan we eens kijken of we daar wat uitleg over kunnen gaan geven. Ik moet zeggen, het is prachtig weer hoor. Het is nu op dit moment weinig wind. Net waaide het een beetje. Het is tijd voor een bakje koffie. En wat te eten. Het is nu half november. Bijna. En ja... ik zie niemand hier. Het enige wat ik hoor zijn vogels. Af en toe een vliegtuigje wat overkomt. En voor de rest is het gewoon prima toeven hier. Hè? In, ja, in Miltenburg. In dit landgoed. Ik heb nog geen herten gezien. Ik heb ze hier vroeger wel gezien hoor. Misschien dat ik dat jullie nog even een klein stukje laat zien. En dat was hier vlakbij. Kijk dan. Kijk dan. Zie je hem? Gaaf hè? Dat is de tweede die ik zie. Kijk, daar gaat hij.
Nou mensen, daar moet die wat mitrailleurs net staan. Maar ik vrees met grote vrezen dat de een en ander gesloopt is. Zie ik. En dat is toch wel heel erg zonde. Oh, 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 oh. Ja. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Leg nou een groot stuk hout op. Ach, ach, ach. Deze bunker was open. Dit is helemaal dichtgestort. Daar zal ik wat fotootjes van laten zien dat hij inderdaad open is. Je ziet ook heel veel bakstenen hier omheen liggen. Zeker dat er hier nog wat anders heeft gestaan. Maar dat is ja, weg. Je komt erin. Ik wilde hem jullie graag aan de binnenkant laten zien. Want het was iets speciaals. Waar we eigenlijk naar op zoek zijn. Nou, daar heb ik gelukkig een paar jaar geleden wel een foto's van gemaakt. Die laat ik zo zien. Uiteraard. Maar ach. Kijk, ze hebben die... Dat houten ding erop gegooid. Maar je ziet dat daar nog een rond gat zit. En je ziet ook dat dit gat vroeger veel groter is geweest. Ze hebben een deel dichtgemetseld. En wat ze toen volgens mij in de Koude Oorlog hebben gedaan, is hier een dakje opgezet. En dat wil ik jullie graag laten zien. Waar dat dakje dan voor geweest is, dat weet ik niet. Maar waarschijnlijk misschien een mijnenuitkijk of iets dergelijks. Want als je die kant op kijkt, had je de zee. Maar er is een stukje land aangekomen. Dus daar is niks meer fantasie. We maken even een klein rondje. Oh, hier zie je nog zo'n paal staan. Er stonden vier van die paaltjes. Deze. Oh, hier heb ik nog een draadstang. Hier heb je zo'n paaltje zonder de vier. En daarop lag dus ja, een ronde schijf, zeg maar. Een soort uitkijkdingetje. Ja, nogmaals, dat wil ik jullie graag laten zien van binnenuit deze bunker. Maar ja, dat gaat dus niet meer. Zonde, zeg. Kijk, nou weet ik dat hieronder bij de ingang... Daar zat heel veel graffiti. Dat ga ik jullie op die foto laten zien. Maar als je meer naar de... En daar heb ik helaas geen foto van gemaakt. Ik ben er toen niet ingekropen. Ik denk, nou, daar ga ik een mooi filmpje van maken. Ik kruip erin en laat ik het jullie zien. Maar dat is helaas... Ja, gaat dat dus niet meer. Want daarbinnen zie je hele mooie camo. En daar heb je geen graffiti. Maar die hele mooie bruine speciale kleur is dat, weet je. Ja. Ik ga niet dat houtblok weghalen. Het is een beetje zwaar. Dus ik ga hem ook niet opzij schuiven. Maar binnen ziet het er echt wel gaaf uit. Mooie kleuren. Maar ja, ik kan hier ook geen foto van maken. Ik denk als ik mijn fototoestel erin doe, dat die, als die erin valt, dan heb ik een probleem. Dan ben ik mijn telefoon kwijt. Dus ja. Maar wel gaaf. Gave bunker. Gave ding. Speciaal ding. Maar ja, ik had jullie het allemaal graag willen laten zien. En nu hebben we alleen nog maar die steentjes van die ronde staafjes die hier hebben gestaan. Die gaan jullie nu op een foto zien. Kan je zien hoe dat deze bunker er toen dus uit heeft gezien. Met dat plateautje erop. Maar ja, waar het nou precies voor geweest is, weet ik niet. Wat ik zeg, ik heb een vermoeden. Voor de uitkijk van de mijnendienst of zo... Misschien wat anders hoor. Ik zou het echt niet weten. Maar dat is dus deze Tobruk mitrailleurs nest. In speciale uitvoering. Maar waarschijnlijk aangepast na de oorlog. Zoek naar de Tobruks. Hey. Mooi hè? Het is geen pareltje. Geweldig man. Ah man. Deze Tobruk is niet zomaar een Tobruk. Uiteraard.
Je ziet dat deze ook al een stuk breder is als die andere. Zie je het? Dat tafeltje wat erop zit, dat is nou oorlogs. En je ziet eigenlijk die ring hier ook. Zie je het? Dat betekent dat hij dus is aangepast. Waarom? Dat weet ik niet. De Nederlandse krijgsmacht heeft hem dus veranderd. We gaan eens even kijken of we wat van binnen kunnen zien, want hij is open. Dat is altijd wel lekker met een bunker. Maar het betekent wel natuurlijk dat er weer van die spuitbusmannetjes langs zijn geweest. Helaas. Dat gaan we even zien en anders zetten we hem gewoon op zwart-wit. Ja, de mannen zijn geweest. Ja, kun je wachten. Ga even kijken of we wat binnen verder kunnen zien. Zet ik hem heel eventjes op pauze. Nou, zakken we even een stukje de bunker in. En dan komen we dus daar. En je ziet al die donkere plekken. Dat is dus de originele camouflage. En je ziet ook duidelijk dat dat gat kleiner is gemaakt. Zie je? Heeft hier dus een, waarschijnlijk een mortier in gestaan of zo, of weet ik veel wat. Zie je? Mooi, hè? Maar originele camo, maar een beetje, ja, verkloot eigenlijk. Zonde. Nou jongens, het enige wat ik heb is eigenlijk het souveniertje. Ja, een stukje van dat ronde spul, weet je wel, waar het dakje op heeft gestaan. En waar die dat tapeind in heeft gestaan. Dat nemen, ja, dat is mijn souveniertje dan hiervan. Ik zie dat het behoorlijk begint te betrekken. Het gaat aardig donker worden, dus ik ga het voor jullie afscheid nemen. Ik zou zeggen, ik hoop dat het duidelijk was, deze aflevering. Sorry dat we niet in deze bunker konden, want hij is helemaal dichtgemaakt. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ik hoop dat jullie het leuke aflevering vonden. Volgende keer gaan we natuurlijk weer op zoek naar iets anders vanuit de Atlantikwal. Dan hoop ik jullie weer te zien. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Blauw duimpje zou ook leuk zijn. Als je duimpjes geeft, hoe meer duimpjes, hoe hoger mijn kanaal komt te staan. Hoe meer mensen er naar gaan kijken. Dus als jullie dat willen doen, zou ik dat heel erg top vinden voor jullie. Ik zeg nu bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag terug bij de volgende aflevering van dit kanaal. Ciao.